Goedemorgen. 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 Afgelopen keer heb ik ook een beetje gestimuleerd om een beetje mee te doen. En uh, ik nodig je vandaag ook weer van harte voor uit. Yes? Dus uh, uh, um, als, als het wat minder gaat, het bereikt je wat minder in je hart. Bid dan alsjeblieft voor mij. dan doe ik iets niet goed. Of dan, dan heb ik echt meer van Jezus nodig. En, uh, uh, maar help mij ook stimuleren het als je zegt. Uh, die rol die zegt enorm goede dingen. Uh, zeg het ook. Dat, dat stimuleert mij een beetje. Yes, hartstikke goed. Hey, voordat wij beginnen met het woord, want ik heb weer een mooi, iets moois op mijn hart gekregen, um, wil ik even kort stilstaan bij um, het Hart voor het Huis. Twee keer per jaar doen wij een Hart voor het Huis-offer. En is dus zeggen, van je staat er nou in de Bijbel, nou misschien niet per se. Maar de moment die we gekozen hebben gaat heel erg over geven. En onder andere gaat het over, uh, uh, geven wij nou, een speciaal offer om een onderscheidende kerk te, maken, te, te zijn. He, van al onze tienden en offers die werden, bouwen we bouwen mooie kerk en dan kunnen we de zondag gehouden. Maar we willen een kerk zijn met excellence. Een, een, een kerk die het verschil kan maken in de, in de omgeving. En, uh, zo, en elk jaar denken we na, in elk moment weer, hoe we uit visie kunnen geven. En als je kijkt naar Pinksteren, dan wordt het Pinksteren prachtig. Um, uh, wat gaan komen alle volken, mensen bij elkaar in, in Jeruzalem, om het beste van de oogst te geven? En ze hadden op dat moment misschien niet door waarvoor ze dat deden, maar het is zo fantastisch dat in dat offerfeest, dat mensen waren ze het beste geven van hun, van hun oogst, dat dat leidde op dat moment tot de kerk, het, bestaan, het ontstaan van de kerk, van, van Gods kerk. God dat beloofd, ik, ik stort Gods geest uit, maar ik geloof dat er verbinding is met de bouw van de kerk en de vrijgevigheid van die eerstelingen op dat moment. Dus, en en we gaan de, uh, met Pinkster gaan we een mooi offer bij elkaar halen, en het zal dit jaar zal het ook, heel kort gezegd, ze uh, dus willen we bouwen aan het, uh, aan het bouwen van de offers. En met ook zelfs de offers, het offers, dat is de oude woning van Anne-Patricia, dat we klaarmaken voor een multifunctionele ruimte waar we, waar we groepen kunnen ontvangen, waar we gewoon outreachend kunnen zijn. Uh, en het mag een mooie plek zijn, waar we mensen kunnen ontvangen en toe kunnen rusten. Uh, en waar we vanuit gewoon de kerk nog mooi kunnen bouwen. Dus ga er mee bezig in je hart. Denk erover na, welk wat voor offer mag jij dit jaar geven. Ga er mee bezig, we zullen nog andere voorbereidingen komen, hier alvast een voorschot, yes? Oké, okay, let's go. Arnoud is vorige keer, ik zeg nou wat goed hoor, Arnoud is vorige keer gestart met Running with the Giants. Weet je dat nog? Het is nog een week geleden, dat, dat kunnen we onthouden. Hè? Running with the Giants. En, en wat doen we dan? We kijken, in Hebreeën 11 staat zo'n hele opzomming en, dan, en uh, Paulus begint dan al iets te zeggen over ja, wat is eigenlijk geloof. En dan gaat hij een aantal voorbeelden noemen van prachtige bijbelse figuren die op hun manier vertrouwen in God. Die, die had vertrouwen in God, die had vertrouwen in God. hier had zijn eigen talent. En uh, onlangs ben ik met mijn gezinnetje naar de film geweest van The Ventures. Wie is er een beetje een Marvel-fan hier? Ja, ja. Nou, ik moet er niet te veel over zeggen die de film niet hebben gezien, maar echte fans die zijn al geweest, blijkbaar. Uh, doet er ook niet toe. Maar je kent wel de, de personages, de hulk en wat dan ook, zijn de echte superhelden. En in deze film komen bijna iedereen weer bij elkaar, spoiler alert: <laughs> om, um, <laughs> om, om de vijand te verslaan. En elke, elke, elke superheld heeft zo zijn eigen karakter, maar ook zijn eigen zwakheid. En, uh, en de, als, als, als kind, uh, de meeste mannen onder ons zullen dat herkennen, als je dan als uh, jongens onder elkaar ging spelen, dan ging je uitmaken van, ik ben die held, ik ben de Hulk, ik ben Superman, ik ben Iron Man. En het is altijd wel iets waar je mee wilt identificeren, of niet? Mannen? Of ben ik de ene? Ja? 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 Oké. Nee, weet me nooit. Maar het, het geeft ook iets, iets onbereikbaars. He, Zo'n grote held die dan, dan de, de misdaanden in de wereld op gaat, gaat uh, heffen uh, en, de, en de, in de strijd gaat. En denkt: wauw, dat is te gek. Ik zou zo wel iemand willen zijn. Het zegt eigenlijk iets, soms ook wel iets over, uh, over ons, dat wij onszelf te niet doen. Zo goed ben ik niet. God heeft mij misschien dat niet gegeven. En we, we mogen vandaag naar die helden kijken. In de Bijbel komen er dus een aantal van die geloofshelden voor. Mozes wordt genoemd, Abraham wordt genoemd, Jozef wordt genoemd. Van de bekende verhalen. En ze hebben allemaal zo'n ive decided momentje, zeg gewoon een eigen getuige. Maar dan gaat na hoofdstuk 11, en dat is even de tekst die ik wil lezen met jullie, staat Hebreeën 12, vers 1. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons verhindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wereld de, sorry, de wereld de wedstrijd voltooien die voor ons ligt zonder op te geven. Het doel van het kijken naar de geloofsreuzen, die giganten, is ons te helpen betere keuzes te maken, zodat wij in zijn bestemming mogen wandelen. En als je nog eens even goed kijkt nu nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt. Ik heb het nog nooit eerder zo bekeken, maar het lijkt erop als, als, of als, als de Mozes en, en, en Jozef en de, en de Abraham en de geloofshelden. En die, in die tekst daarvoor zegt Abraham, ik kan nog wel eventjes doorgaan, dus het gaat niet alleen over die mensen. Maar de geloofshelden vanuit de hemel naar ons toe kijken en ons aanmoedigen. En als aanmoediger, aanmoedigen, en als je een heel publiek hebt die aanmoedigt, en je loopt die wedstrijd, en je loopt die wedloop, uh, um, en als er gejoeld wordt. <tie> ja Sorry, pilletjes nodig. Maar als je. Uh, um, hoor je dan wat iemand zegt? Mensen die je aanmoedigen? Je wordt een een hoop gejoeld, en dat, 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 dat pompt je helemaal op, en dan staan mensen met pompons. Nou, de Bijbel zien misschien niet helemaal. Chili dus met broeken tot over de enkels, laten we zo zeggen, een beetje kuis. Maar mensen met vlaggen en, en, en veel lawaai staan je aan te moedigen: Kom op! Kom op! Nog even doorgaan. Als je valt, ga weer opstaan. Ik ben daar ook geweest. En ik dacht, als het niet alleen de geloofshelden van de Bijbel zijn, zijn dat ook. Even een korte invulling hoor. Onze dierbaren. Die een wedloop gelopen hebben en niet meer onder ons zijn, maar die jou aanmoedigen: kom op. Kom op, kleinzoon. Kom op, papa. Kom op, vriend, moeder, oma, buurvrouw. Hou vol. Misschien ben je hier vanmorgen en dan zeg je: Weet je, ik, ik ben aan het vallen en ik ben soms geneigd, ik ben moe om niet meer op te staan. Want bij die wedstrijd ben ik moe. En ik heb het zo vaak geprobeerd. En elke keer ga ik weer de fout in. En ik ben er klaar mee. Bedenk dat het zo mooi het is dat die dierbare er boven bij jou aanmoedigen. Kom op. Kom op. Volhouden. En als wij dan de, 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 de personage waar we het vandaag over hebben eruit mogen halen. Want dat is wel even handig. Want iedereen loopt de joelen met zijn eigen adviezen. En dan mogen we uit de Bijbel. zo we zo even die helden eruit pikken? Laat hem even aan het woord laten. En zo was ik aan het lezen en ik kwam in het Hebreeën kwam ik Simpson tegen. Wat een prachtige kerel, maar ook een on ongelofelijke oen. Ik hou wel van een beetje kracht, en, maar hij, hij liep, een hele pervoerige man. En dat triggde mij. Waar, waarom, waarom Simpson? In het rijtje van de geloofshelden. Ik kon er niet helemaal bij, maar ik ben het gaan ontdekken. En dat is prachtig om te zien. Simpson, achtloos in het rijtje van namen die nog even toegevoegd worden. Geloofsheld, de man die geen respect had voor God. En loopje je nou met Gods principes? Heldhaftig zeker. Krachtig, maar geloofsheld. Laten we eens even dichterbij bekijken wie Simpson was. De ouders kregen een belofte. God vreesende mensen, je zult een zoon baren. En die zal een zijn. Een Nazareer is een persoon die helemaal aan bepaalde uh, wetten moest houden om ze helemaal apart gezet te zijn. Bepaalde principes, mogen dode, de gedode dieren uh, uh, aanraken en hij mocht zijn haar niet knippen. En het rare was, in, in Numeri wat er iets over beschreven is, dat, dat de Nazareer is een heel, was, was uh, uh, vrijwillig om te doen. Maar hier werd het bepaald. Dus ik kan me voorstellen dat er iets vroeg, van hey, die zoon van jou moet dat doen. Mijn de ouders lieten hem opgroeien. Maar de kracht was op hem. Hij had de kracht. Ook al ging hij er elke keer de fout in. Maar er gebeurde iets in zijn hart waardoor hij gewoon niet gericht was op wat God wilde doen in zijn leven, maar hoe het hij kon toepassen in zijn eigen leven. Wat levert dit mij op? En hij dacht van in Israël kon hij zijn mooie meisjes niet vinden. En dan kwam hij bij de Filistijnen. En bij de, de Filistijn dacht dat is een lekker ding. En dan ging hij naar zijn ouders en zei dat meisje wil ik. En de ouders zeiden zou je dat wat doen? Want het is iemand van een heel ander, ander geloof, andere principes, andere normen en waarden. Die houdt niet met onzezelfde God bezig. En daar is ik niks mee te maken, die wil ik. En dan begint, dan begint Mozes al. Of Simpson al. Recht tegen zijn ouders in. Het gebod zou hij donders goed weten. Eer uw vader en uw moeder. En wat hij ook deed. We zien in de Bijbel dat hij, dat hij, dat hij uh, regelmatig wat, wat Filistijnen in elkaar timmerde. Dat hij wat dieren uit elkaar scheurde. Prachtig, heel heldhaftig. Maar elke keer om zijn eigen gewin. Hij misbruikte zijn eigen kracht. En als, hij, als mensen hem iets hadden aangedaan, dan ging hij voor de vergelding. En hij zette ze even flink betaald. Maar hij ging vreemd, hij stelde God op de proef, werd arrogant, verloor zijn kracht en ogen werden uitgestoken. Dat is onze held van vandaag. Mooi hè? Onze arrogante man, voorbij aan Gods principes, ogen werden uitgestoken en dat was het dan. Wie heeft hem toegelaten in letterlijk Hemelsnaam, in de Hall of Fame van de giganten? Maar als Simpson er even uithalen, zou hij dit zeggen. Als je denkt het allemaal helder te zien, je hoeft niet je ogen te verliezen om blind te zijn. Simpson die was al blind voordat zijn ogen uitgestoken werden. Hij was blind voor veel dingen en die ga ik met jullie naar kijken. We hebben allemaal onze blinde vlekken. En we, hebben, en we hebben gewoon elkaar nodig. Daarvoor komen we hier op zondag bij elkaar. Om elkaar te helpen om nieuw licht te geven. Zodat je, als je in huis gaat denken: van ja, ik heb nu iets gehoord. Wat mij een nieuw licht heeft gegeven. En daar staat niets, niet voor niks in de Bijbel. Je woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Is dat omdat wij. We hebben Gods licht nodig om op ons pad te schijnen. En hebben we elkaar nodig om het daarop te wijzen. En hij zegt: Simpson zegt tegen jou: je kan blind zijn voor. Gods doel met jouw leven. Want dat had Simpson ook. En dan staat er in Richter 13, vers 5. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit meer met een scheermes worden aangeraakt. Want hij zal vanaf de moederschoop al een Nazareer aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël. Uit de greep van de Filistijnen. En het Engels staat, he will take the lead. Hij is geroepen om een leider te zijn. En Gods doel was zo duidelijk. Simpson had geen heldere kijk op Gods doel. En, en, en belofte over zijn leven. En hoe, hoe is dat met jouw leven? Heb jij helder wat God met jouw leven wil? Want als je dat niet, niet helder hebt, welke God gegeven kracht in jij hebt. en je gaat je eigen weg mee, dan kun je wel eens de fout ingaan. De mist ingaan. En wij moeten zorgen maken als je het idee hebt dat jouw leven er niet toe doet. En er geen waarde in zit. Want dat is heel vaak wat wij denken. Die geloofshelden. En dan pak ik even Arnoud en Patricia. En we denken, dat is onze voorganger. Prachtig hoe ze geleid zijn uit Brazilië. Prachtig als je zo'n roeping hebt op, op je leven. En dan denk je van, dat is voor hun en dat is niet voor mij. Dat is een leugen. God heeft even grote belofte en zegen en zalving over jouw leven gegeven. Als op Anna Patricia, als Brian Houston, als weet ik veel hier wat, als op Simpson. Jij kan even goed die geloofszeld zijn, alleen God vraagt van jou om de juiste keuzes te maken vandaag. En het is niet erg dat je valt, maar te beter dat je ook weer opstaat. Maar je mag ontdekken, je mag ontdekken wat Gods plan is met jouw leven. Amen. Zijn jullie nog wakker? Yes? Blijf stil. De zichtbaarheid van de roeping van de zee, en de zegen daarachter is afhankelijk van jouw trouw en nog meer van jouw gehoorzaamheid. En je hoort heel vaak, toch regelmatig, een soort van, hier in de kerk niet zeggen we altijd, van een stukje afgunst of jaloezie of een stukje zelfmedelijden. Waarom is er zegen op iemands anders leven en waarom niet op die van mij? Maar we zien niet de uitdaging die mensen hebben overwonnen waardoor die zegen is gekomen. We zien alleen de zegen op andermans leven, maar wij moeten bereid zijn om die stap te nemen in die uitdaging. Om te overwinnen. Wij kunnen niet alleen de comfort hebben en, niet de, en, 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 en de, het, de gehoorzaamheid naar God toe ontlopen. De zegen van God en de zalving is gekoppeld aan ook soms de diepe dalen die wij moeten herkennen, en de pijn die wij soms onder ogen moeten zien. Jij hebt een roeping. Kun je dat zeggen? Ik, ik, ik heb een roeping op mijn leven. Zeg eens, ik heb een roeping. Ik heb een roeping. Nou, het is een paar mensen, hier zijn een paar mensen die een roeping hebben. Durven ze, ze uitspreken: ik heb een roeping op mijn leven. Zeg eens. En zeg het eens even tegen je buurman of buurvrouw: van jij hebt een even grote roeping op mijn leven dan ik. Yes? Moedig elkaar daarin aan. Je bent niet minder. Wees enthousiast over wat God je heeft gegeven. Dit is wat er gebeurt als mensen Gods openbaring, zijn stem en, en zijn, zijn, zijn licht over jouw leven. Als je die mist, als je die niet ziet, als je er blind voor bent. Er staat een spreuk in Spreuken, 29 vers 18. Where there is no revelation, people cast off restraint. Je wordt onverschillig. Wat doet het ertoe? Wat maakt het Wat maakt het uit? Welk werk ik doe, met wie ik trouw, waar ik mijn geld in uitgeef. Ja, dat doet er wel toe. Het risico is dat je ver buiten God wil gaat leven. En je dus ontevreden en onverschillig wordt, omdat het er allemaal niet te doet. En dan krijg je je verwijdering van, van God zelf. Het is niet God die je afstand van je neemt misschien, maar je bent niet in Gods nabijheid. Daar moet je kerk juist kerkjuis helpen te ontdekken. Niet de juiste plekken in de kerk in te vullen omdat we nodig hebben, maar om te dekken wat jouw bestemming is. Voor jou. Tot zover. Blind voor Gods roeping. Maar volgende punt: blind voor de kracht van relaties. Simpson was niet alleen blind voor het doel van zijn bestemming, maar ook voor de kracht van relaties. Let op: of het nu gezonde relaties zijn of niet, beide hebben een enorm impact op jouw leven. Kijken wat voor invloed het heeft op Simpson keuzes. Een goede relaties, goede mensen zijn ouders, die hij aan de kant zet, en aan de andere kant de keuze voor een meisje waar hij niet voor had moeten kiezen op dat moment. En even later ging hij ook naar vreemd en dan had hij ook nog te maken met Delilah. Met Delilah. En hij had geen zicht op de impact van het loslaten van een gezonde relatie en het aangaan van een ongezonde relatie. Hij ging naar huis, staat er een richter, 14 vers 2, en zei tegen zijn ouders dat hij met een meisje wilde trouwen. Vleeselijk gedacht, zegt hij, dat is een lekker ding, die wil ik. En in het Engels staat er, get her from me. Get her from me. Zo roekloos, gewoon naar zijn ouders, haar voor me, brutaal. Maar zijn ouders hadden een bezwaar tegen het huwelijk, en waarom trouw je niet met een meisje uit het eigen volk, zeiden ze. Waarom juist... Een meisje die, die heiden ze in de onbesneden Philistijnen. Is er bij het volk Israël niet één meisje met wie je zou willen trouwen? Dit was het volk die leefde zonder God. Andere waarden en andere manieren van leven. En zijn ouders wilden hem niet beperken en indammen, maar ze wilden hem beschermen. Maar Simson zei tegen zijn vader, ik wil niemand anders dan haar. Ga haar voor mij halen. She is the one. She is the one. Ze was helemaal niet de ware. God wist wel wat voor een keuze die ging maken. Ik weet niet hoeveel tieners en pubers hier nog hebben zitten. Volgens mij nu niet. Maar zo gaat het vaak wel. Is dat was op een gegeven moment kind, en misschien zelf als, 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 jonge, als jonge gelovige, op een gegeven moment denken van, ik wil het zelf bepalen. We halen niet onze advies bij iemand anders, wat dan ook. Ik ga het zelf bepalen, want ik weet wel wat goed voor me is. Simpson zei, she is the one. Ik weet wat goed voor me is, zij is de ware voor mij. Uh-uh, zij was niet de ware voor hem. Daarom hebben we de juiste mensen om ons heen nodig, die ons soms gewoon even lekker en goed de waarheid vertellen. En onze houding mag soms veranderen in van nee, ik, ik mag leren van anderen. Simpson accepteert geen nee van zijn vader en zijn moeder. Ik bepaal zelf wel wat goed voor me is. Zijn leven werd gevormd door degene, en dat is bij ons ook zo, voor degene waarmee hij mee omging. In 1 Corinthians 15, vers 33 staat: Don't do not be misled. Bad company corrupts good character. Waar je mee omgaat, wordt je besmet. Maak je keuzes heel duidelijk in met wie je mee omgaat. Ongezonde relaties beïnvloeden een ongezinde jou op een ongezonde manier. En het gaat niet altijd alleen om iemand die je dan, zoals wij dan makkelijk zouden zeggen, die je dan, een verkeerde vriend die je dan de kroeg in trekt. Soms kan het ook gewoon iemand zijn, hoe vervelend het ook in die kerk, die misschien uh, uh, jou, jou, de arm om je heen slaat, terwijl je dat misschien nodig hebt. Die je niet verder helpt, want we mogen als kerk we mogen elkaar verder helpen. Soms kan je ook gewoon soms op een met een liefdevolle manier de waarheid zeggen We kiezen er soms voor en soms willen we het liefst horen van een ander wat we niet, ons niet verder brengt. Wat ons niet tot herstel brengt. He, vind je dat ook? Ja hoor, dat vind ik ook. Oké, okay, en dan nu? Nee, zijn we vrienden van elkaar die kunnen zeggen, ik denk dat je het fout hebt. Met de, met de arm om je heen, maar kom, ik ga je verder helpen. Naar nou herstel, herstel wat je nodig hebt. Blind voor Gods karakter. Dat is het volgende punt. Als het gaat om Gods kracht moeten wij dat niet verwarren met onze eigen kracht. Ik denk dat het zo herkenbaar is voor ons leven. Toch? Tenminste, ik voor mezelf wel. Dat je zo hard bezig bent het goed te willen doen en dus leeft in je eigen kracht. Toch? Ben ik de enige? Zijn we er nog? Yes. En dat is precies wat Simpson deed. De mensen die in elkaar, hij in elkaar de, timmerde, uh, dat kon hij niet in, in, de kracht van, uh, uh, in, in zijn eigen kracht. Maar hij deed dat op de zalving, die hij misschien wel misbruikte. Maar het was aan de andere kant ook Gods doel, maar met een verkeerde achtergrond. Hij timmerde een paar Filistijnen in elkaar op basis van Gods kracht. Maar hij deed alsof het zijn kracht was. Dat doen we vaak, misschien ook wel. We op Gods kracht. Maar we voelen ons niet afhankelijk. van wat hij er wel in wil doen. En we maken daar. we kijken niet naar de gehoorzame stappen die we moeten nemen. Simpson ging met zijn eigen gegeven kracht. alsof het zijn kracht was. En Delilah wilde kosten wat het kost. achter zijn geheim komen. En Simpson speelde ermee. Een paar leugens. En hij sliep met niet, niet eens met zijn eigen vrouw, want die was al lang weg, maar die was weer een ander. En hij misleidde. En elke keer als hij kracht nodig was, was God daar weer. Elke keer genadig. Ook was hij zo, zo beroerd in zijn leven, in zijn keuzes, God was daar weer. Je ziet dus dat God zijn zalving geeft vooraf en niet omdat je dat verdient met goed gedrag. Gods zalving was op zijn leven voor zijn leven aan. Dat is nogal een verschil. Dat is genade. En dan lezen we in Richter 16 verder. Zodra Simpson in haar schoot geslapen, gevallen was misschien niet de beste plaats om in slaap te vallen liet ze een van de Filistijnen binnenkomen. En in die bijzijn schoor ze Simpson zijn zeven haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos. De Filistijnen zijn er om je te halen, Simson. Simson werd wakker en hij wilde opspringen en zich losrukken. En als alle, net als alle vorige keer, want hij heeft een paar keer eerder een poging gedaan en toen toet hij weer een paar neer. Want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. Elke keer was God genadig ik denk niet, ik ben overtuigd, zijn kracht zat niet in zijn haar, maar de kracht zat in zijn gehoorzaamheid over zijn zalving. En op het moment dat hij zegt, ik wil. Eh, God is heel vaak genade geweest in dit verhaal. En op een of manier gebeurt er hier iets dat God zegt van, en hier neem ik afstand. Ik weet niet precies wat het is, maar het lijkt van of hij zegt van, of Simpson zo dichtbij komt bij het geheim wat God hem heeft gegeven. En vooral in zijn gehoorzaamheid, dat hij, ook al, hij heeft gefaald bij het leven misschien, maar op dat moment ontdekt God zich aan hem. In al zijn arrogantie, dat hij eigenlijk nog wel dacht, oké, okay, is hij mijn haren eraf? Ik denk dat hij overtuigd was dat hij alsnog wat die Filistijnen neer zou kunnen slaan. Ik zou het wel zonder God kunnen. Ik had het even na te denken. Je moet niet denken dat ik vorige week ook nog haren had met vlecht of zo, hoor. Dat je ik, denk, ik moet nou net een kale man spreken over Simpson, dat is er ook wat. Maar hij was blind voor Gods genade, Gods zalving over zijn leven. En we leren dat Gods liefde, God liefde is. We ja, kunnen zeggen: als, als, als God de koelkast had, dan zou jouw naam of jouw foto op zijn koelkast zijn. Ja, liefvolle God. Dat is een deel van het karakter van God. Maar God is ook duidelijk: Hij is ook een rechter en Hij is ook gewoon heilig. En, 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 en een goede God, een goede Vader, maar waar die wel respect verdient. En die respect bij ons is misschien soms zelf te zoeken, ver te zoeken en bij Simpson ook. Gezond respect. Tuurlijk, je bent vrij Simpson was vrij maar je ziet dat de daden die, die Simpson geeft ook leidt tot consequenties gevolgen in zijn leven niet alleen door God maar dat hij zo deed en hij verloor de kracht van God het is niet God die hem strafte zijn ogen werden uitgestoken omdat hij zijn eigen domme daden had Ja dan staat er in Genesis then the Lord said My spirit shall not strive and remain with men forever. Because he is indeed flesh. Dat is dus de amplified vertaling. Zinful, corrupt, given over to sensual appetites. Ja, met zijn oude testament zou je zeggen. Dat, dat de geest zich aan ons die zin onttrekt. Maar in Romeinen staat, betekent dat dat we nu doen blijven zondigen om de genade te laten toenemen. In geen geval... Hoe zouden wij die, wij, die dood zijn voor de zonde, nog een zonde kunnen leven? Wij moeten een stappen nemen vanuit de genade. Weten dat God een roeping over, over ons leven heeft gegeven. Erkennen um, uh, dat hij een zalving geeft op je leven. Weten dat hij genadigd is en daarin mogen leven. God stelt ons in staat om te leven onder zijn bedekken, onder zijn zegen. En je kan lekker meehelpen in de kerk en ondertussen niet de juiste keuzes maken. Ongehoorzaam zijn in hetgene wat hij van jou vraagt. En ondertussen lekker genieten van zijn genade. Maar in zonde blijven. En dat creëert verwijdering. En wat, wat Simpson nodig had, was to fear God. God te vrezen. En dat heeft niks met angst te maken. Chris, Chris Hodges zegt dat zo mooi. When I understand what it means to fear God, I can live. Fearlessly. Op het moment dat ik weet, dat is niet de Nederlandse vertaler, maar omdat het zo mooi fear en fearlessly in elkaar zit. Wij, wij hebben een lading op het woord van vrees, alsof het angst, angst in ons leven zou moeten zijn, angst voor God. Nee, respect, gewoon een heilig respect voor wat, wat hij in jouw leven doet en wie hij is en wie hij mag zijn. Zodat jij een leven mag leiden zonder angst. Want dan ben je bewust dat God's bescherming zijn leiding over je leven is. Laten wij kijken naar eigenlijk vier tips van Simpson: voor jouw leven. Bescherm de aanwezigheid van God in jouw leven. Misschien moet je zelf zeggen: bouw of onderhoud zijn aanwezigheid. Weet je waar God het meest van houdt? Kijk eens naar. Wij ouders, zitten van de kinderen. Waar kunnen ze enorm van genieten? Natuurlijk van hun bravoer en alles wat ze doen. En liefde zit van binnenuit. Maar hoe heerlijk is het als onze kinderen gehoorzaam zijn. En wat wij zeggen deze kant op. Toch? Heerlijk als, 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 als kinderen gehoorzaam zijn. Voor mij is dat simpelweg wat God heerlijk, wat God heerlijk vindt. Maar mensen, wij willen wel vaak wat God in de aanbieding heeft, maar liever niet wat hij van je vraagt. En, en laat me misschien even, even preken daarin, maar misschien vind je me uh, vervelend volgende week, spreek denk ik dat weer en dan kan hij alles weer in liefde vasten, vlak strijken. Maar vergeef me dan daarin. Maar ik, ik ben niet heilig en jij bent ook niet heilig. Maar velen van ons lopen gewoon rond in ongehoorzaamheid omdat er dingen zijn, God geeft ons gewoon de hele duidelijke principes en laat ons volledig en vrij. Maar wij pikken er soms net uit, wat voor ons net goed uitkomt. Als het gaat om, en, maar, nee, je mag God vragen in zijn aanwezigheid, maar je soms vraag je af waar hij is, maar je durft niet kritisch te kijken naar jouw houding. Geef je prioriteit aan de juiste dingen. De simpele dingen die we vaker noemen. In ons, in ons dienen. In onze vrijgevigheid. In onze moraliteit. Het doop. We kunnen niet eens zijn zeggen van, ja weet je... Dank u wel, Jezus bent voor mij aan het kruis gegaan. Jezus vraagt gehoorzaamheid. Hij zegt van, weet je... Laat het dan ook zien als je voor mij gekozen hebt. En wij verzinnen allerlei smoes om dat maar, weet je, ik heb voor God gekozen, oké, okay, dat, is, dat is prima. En, en, maar hij heeft er zoveel voor over gehad. Hij is aan het kruis gegaan, hij heeft, is hij heeft laten bloeden voor jou. In alle schaamte heeft hij de naakt gehangen. En wij brengen soms allerlei kleine smoesjes om te zeggen, ja, maar wat mijn haar nat. Of dan moet ik hiervoor staan en dan, dan oh, dat schaam ik, want ik hou niet zo van een podium staan. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou, aan het kruis. Hij vraagt om gehoorzaamheid. Onderhoud zijn aanwezigheid in je leven. Door hem op nummer 1 te zetten. Heb de Heere God lief. Met je hele hart. Met je hele ziel. Met je verstand. Met alles. Alles wat in je lijf is. Kies zorgvuldig je relaties. Laat relaties jou niet kiezen. En laat relaties jou niet overkomen. Maar neem zelf de regie in met wie jij in relatie bent en staat. Je hoeft geen vrienden met iedereen te bouwen. Maar Jezus was ook bevriend met iedereen. Dat zeggen wij van, Jezus was een vriend voor iedereen. Dus ik ga ook vriendschap met iedereen aan. Ik denk, dat maken we soms een misstap. Jezus was vriend voor iedereen. En hij selecteerde een selecte groep. Wij zeggen van, dat zijn mijn vrienden. En binnen die groep had hij een aantal intieme vrienden intussen was hij vriend voor iedereen. En dat is iets anders. Dus Jezus was daar een heel selectief. Want je kunt niet voor iedereen al je ziel en zaligheid delen. Maar gewoon er sommige passies, in je, sommige ellendes, met iemand die je vertrouwt. En een vriend die soms je echt de waarheid durft te zeggen. Sommige mensen zullen een betere relatie moeten bouwen, sommigen zullen van slechtere relaties af moeten. Mooi rijtje... van tips... over relaties. Voed... belangrijke relaties. Herstel... gebroken relaties. Verbreek... schadelijke relaties. En initieer, creëer... een paar, zeker tot de waardevolle relaties... Ik zei net al, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Als in een positieve manier, en dat is ook een negatieve manier, in Spreuken 13, vers 20 staat, wie met wijze omgaat, wordt zelfs zelfwijs. En wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe. Of, zoals in Simpsons geval, krijgt zijn ogen uitgestoken. Hoe kun je dat doen? Wat kan ik het best doen? Mooi is, we proberen de kerk er ook vorm aan te geven. En ik, ik daag je uit, ik moedig je aan. We hebben het over onze kleine groepen. Het bouwen van gezonde relaties. Hier als je op zondag naar de kerk komt en je drinkt je koffie en gaat naar huis, daar bouw je niet een relatie mee. Misschien heb je af en toe een leuk en goed gesprek. Maar dat is niet de plek alleen relaties te bouwen. Daarom hebben we gezegd, van, weet je, laten we in kleine groepen die vriendschappen bouwen. Mensen die, die in, in intimiteit gewoon verzamelen met elkaar dingen kunnen delen en elkaar verder helpen om te groeien. Dus ik daag je uit om, om als je naar een groep gaat, wees daar trouw in. Soms ben je misschien, misschien uh, moe of heb je andere dingen te doen en denk van kijk ik of ik nog ruimte heb om naar die groep te gaan. Maar die mensen hebben jou nodig. En jij hebt hen nodig. Dus geef dat. Probeer dat prioriteit te geven en als je niet naar een groep gaat. We hebben prachtige groepen. Je kunt je via de app opgeven. Je kunt je via de Connection Point opgeven. Dus ik wil bij zo'n groep horen, van mensen die mij verder helpen in mijn leven. En samen helpen we elkaars leven te bouwen. Staat in Hebreeën 10: laten we opmerkbaar blijven en naar elkaar toe om elkaar aansporen: lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen sommige doen zaten dan, elkaar juist bemoedigen. En dat juist des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Nog meer en meer. Eigenlijk zegt Paulus ermee te zeggen: Weet je, het gaat lastig geworden. Het gaat lastig geworden. Het is lastig om je hoofd als Christen boven water te houden. Daardoor, zegt hij, daarvoor heb je juist mijn liefde. Door, je broeder, door de broeders en zusters heen heb ik nodig. Niet als een tweede punt op agenda, maar Gods liefde zit in zijn lichaam. In de kleine groepen. Stimuleer elkaar in. Ik heb je gemist. Ik had je er graag bij willen hebben. Er zulke mooie, mooie gesprekken gehad. Wees daar. Komt het eigenlijk bij het laatste? De mensen op de lijst van Hall of Fame, de giganten, zijn niet zozeer bekend om het succes in het leven, maar hoe ze eindigen. Ik kom weer terug bij de vraag: van waarom staat Simpson eigenlijk nog op de lijst? Want daar heb ik geen antwoord op gegeven. We zien alleen maar ellende en ongehoorzaamheid. Maar het gaat niet om zijn leven, maar hoe hij eindigde. Zullen we daar naar kijken? Het staat in punt drie. Jouw fouten, jouw falen, jouw mislukking we hebben niet het laatste woord. Yes, we hebben niet het laatste woord. En wellicht zit je hier met, met een gevoel van, van, van gebrokenheid. Over een over, over huwelijk wat, niet, uh, wat, wat mislukt is. Over, over een opvoeding wat niet goed gaat. Over een relatie wat niet goed gaat. Een baan wat niet goed gaat. Omdat je misschien verkeerde keuze hebt gemaakt. Omdat je misschien niet een helder perspectief hebt gehad. Welke belofte God over jouw leven heeft gegeven. Dan is God hier om jou die, weer die kansen te geven om het te ontdekken. Simpson, die rondjes, Blind. ...ogen dicht rond de molensteen. En de Filistijnen gingen feest vieren... ...joelen, want ze hadden... ...de grote vijand hadden zij te pakken gehad. En terwijl hij rondjes loopt was... ...gingen ze hem op een gegeven moment op, ophalen... ...en ze gingen hem uitjouwen... ...en belachelijk maken. En daar waar hij eerder in zijn eigen kracht... ...op dat moment dat hij belachelijk werd gemaakt... Uh, ...even een pakte... ...en iemand in elkaar timmerde... ...was hij totaal afhankelijk... Helemaal terug bij af. En er gebeurde, denk ik, iets in zijn hart op dat moment. Arnold heeft een paar weken geleden nog gesproken over Amazing Grace. Eigenlijk is wat Simpson hier zegt. I was blind. And maybe I am still blind. But now I see. Now I see. Nu zie ik de belofte die God op mijn leven heeft gegeven. Ik heb, ik heb gefaald. Ik, ik heb, elke keer heb ik het gewoon voor lief genomen. En dan ben ik in de fout gegaan. Maar dit is waar God mij voor geroepen heeft. Om gehoorzaam te zijn en trouw te zijn... zodat ik leider kon zijn... in het verslaan van de Filistijnen. Of een begin mee te maken. Het brouw. Toen stond Simpson daar. In die tempel. Hij bad tot God in zijn brouw. Almachtige Heren. Denk aan mij. Geef mij nog eenmaal mijn kracht. Once more. God, ik ben zo vaak de fout erin gegaan. Elke keer weer opnieuw. Geef mij nog een keer uw kracht. En daar was God. genadig zoals hij is. De band mag vast voor opkomen. Genadig zoals hij is. Oké, okay. Simpson. Mijn zoon. Ik geef je die kracht. Nog één keer. Dit is de God die wij dienen. Heb je alles verprutst? God zegt: Ik geef je weer die kans. Een Godgevende kracht. En de zuilen, die gingen omver. En die hele tempel die stortte in één. Over de misschien wel duizenden Filistijnen... Die waren, ik weet niet hoe groot de tempel er was. Maar dat staat wel in de Bijbel. Op het moment dat dat gebeurde... werden meer Filistijnen verslagen... dan de hele leven ervoor. Dat is de impact van het leven onder zalving van God. En dat stukje, dat Simpson dat herkende... in het leven onder die zalving... daar was de kracht. En alle mensen die hij neer had getimmerd. Werden overschaduwd in dat moment, impact van genade, van zalving. Binnenkort zingen wij met worship team we een nieuw nummer. The Heart of God, voor dat we nu al klaar hadden. The Heart of God, die zit het in de hart van God. His mercy leads us to. Repentance. Zijn genade brengt ons in berouw en verandering om te leven. En ik gun ik jullie om op dit moment keuzes te maken in uw hart. En waar jij zegt, ik voel dat ik gefaald heb. Het lukt me niet. Ik ben moe. Ik zie het niet meer. Om in je hart die keuze te maken. Hier ben ik God. Geef me weer, opnieuw, die kracht. Once more. Misschien val je daarna weer. Maar zeg, zeg je weer, God, once more. Geef me die kracht. God is daar met zijn genade over jouw leven. En weet, geloof niet in de leugen... dat de roeping en zalving op jouw leven minder is dan die van je buurman. De mooie mensen die jij om je heen ziet. Jouw roeping is zo enorm groot, maar is afhankelijk van de keus die jij misschien vandaag wel maakt om te leven in gehoorzaamheid en respect voor wat God in jouw leven heeft gegeven. Amen. Mislukking heeft daarom alleen het laatste woord. Als jij weigert op te staan, als jij valt en je denkt ik kan niet meer, dan heeft de mislukking het laatste woord. Mislukking is elke keer weer de kans om te genieten van zijn genade. God, once more. Ik sluit af. Zanger, zangeres mogen komen. Met spreuken 24, vers 16. Want de rechtvaardige kan vaak vallen, maar zal net zo vaak weer opstaan. De rechtvaardige. Bent u bij mij? Voelt u dat? We hebben Gods kracht nodig.